Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 256. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag iets vertellen over de wetverbetering poortwachter. Want als je burn-out bent, als je helemaal opgebrand bent, dan komt er sowieso al een heleboel op je af. Maar dat is ook het moment dat je je gaat ziek melden bij je werkgever als er een werkgever in het spel is. En dan komen er ineens allerlei dingen op je af waar je waarschijnlijk nog nooit eerder mee te maken hebt gehad. Want bij zo'n ziekmelding, als die langer gaat duren, ja, dan komen er allerlei regels bij kijken waar je je waarschijnlijk nog nooit in verdiept hebt. Want als je gewoon aan het werk bent, dan hoef je je daar ook verder niet in te verdiepen. En nu zit je op een punt dat je eigenlijk helemaal geen puff en geen energie hebt. En dan zou je je daar ook nog eens in moeten gaan verdiepen. En om dat wat makkelijker voor je te maken, wil ik graag wat informatie met je delen over de wetverbetering poortwachter. De wetverbetering poortwachter is een wet die in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat er minder mensen na een ziektetraject in een uitkeringssituatie terechtkomen. En de wetverbetering poortwachter maakt werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de reïntegratie. En dat proces wordt dan ondersteund door een arbodienst of door een bedrijfsarts. En dat hele traject duurt maximaal 2 jaar. Nou, het kan ook nog langer duren als je uitstel aanvraagt, maar in principe duurt zo'n ziektetraject 2 jaar. En na die 2 jaar gaat het hele dossier naar het UWV. En het UWV gaat dan beoordelen of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan het reïntegratieproces. En er zijn een aantal standaard momenten waarop er iets moet gebeuren om aan de voorwaarden van dat UWV te voldoen. En die wetverbetering poortwachter die gaat eigenlijk in op het moment dat je je ziekmelding doet. Dus de teller gaat lopen op het moment dat je je ziek meldt. En vanaf het moment dat je je ziek meldt, zoals gezegd, gaat de teller lopen. En dan binnen 6 weken is het nodig dat de bedrijfsarts een eerste beoordeling doet. En dat noem je de probleemanalyse en advies. Dus binnen 6 weken vraagt het UWV van je dat er, of niet van jou, maar van de werkgever, dat er een afspraak is geweest met een bedrijfsarts, dus dat er een consult is geweest bij de bedrijfsarts, waarbij de bedrijfsarts een verslag maakt na dat consult. En dat verslag noem je de probleemanalyse en advies. Dus met andere woorden, de bedrijfsarts gaat kijken wat er aan de hand is. En die brengt daarover een advies uit aan de werkgever. Nou moet je je bij die rapportage van een bedrijfsarts voorstellen dat daar ook nog eens de wet op de privacy op van toepassing is, waarbij er geen medische gegevens mogen worden gedeeld. Ik heb zelf bij een arbodienst gewerkt, vandaar ook dat ik graag deze video met je wil delen, omdat ik daar wat informatie over heb die ik graag met je deel, omdat als jij in die situatie zit, ja, dat dat mogelijk relevant is en dat dat helpend is. Maar als je de rapportage van een bedrijfsarts, van de arbodienst leest, het kan ook zijn dat je eerst een gesprek hebt met een reïntegratieadviseur van de arbodienst. Dus er kunnen allerlei nog stappen tussen zitten. Maar dit is de eerste echte verplichte stap vanuit het UWV. Dus in de eerste binnen 6 weken moet die probleemanalyse en advies zijn opgesteld. Mits je daar een hele goede reden voor hebt waarom dat niet zo is. Maar dat moet je dan kunnen onderbouwen. En mocht het zover komen dat je na 2 jaar nog ziek bent en dat het UWV daar een oordeel over gaat doen, dan is dat wel een van de dingen waar ze
ja, meteen naar gaan kijken van, goh, is dat wel op tijd gebeurd? Hè, dus dat eerste gesprek, dat vindt plaats binnen 6 weken. Over die rapportage, ja, daar staat eigenlijk net niks in. Want dat is geschreven in een terminologie. Waarschijnlijk als je naar deze video kijkt, dan heb je te maken met burn-out. Maar een bedrijfsarts mag nooit op papier zetten dat jij een burn-out hebt. En wat een bedrijfsarts dan zegt, is dat je energetisch beperkt bent, bijvoorbeeld. Dus een bedrijfsarts mag alleen maar vertellen wat jouw beperkingen zijn. Dus wat je wel en niet kan in het kader van je werk. Maar hij mag nooit zeggen wat je hebt of welke diagnose die heeft gesteld. Want dat zijn medische gegevens en die mogen in het kader van de wet op de privacy niet gedeeld worden. Ook al geef jij daar je toestemming voor. Dus jij mag wel zelf met je werkgever bespreken wat je wil. Overigens weet ook dat jij niet verplicht bent om aan je werkgever te melden wat je mankeert. He, je bent wel verplicht om uit te leggen waarom je niet kan komen werken. Of waarom je niet aan jouw werkverplichting kunt voldoen. Je hoeft geen medische gegevens met je werkgever te delen. En zo ook mag de bedrijfsarts dat niet met jouw werkgever delen. Dus als je zo'n rapportage leest en je denkt, ik kan er geen touw aan vastknopen, dan klopt dat. Dus, of dat je denkt, heeft die bedrijfsarts nou wel naar me geluisterd, want hij schrijft helemaal niet op wat we hebben besproken. Dan klopt dat, want het is een heel algemeen verhaaltje wat naar de werkgever gaat. Zo ook het advies, maar dat mag vaak wat concreter zijn. Dus hij geeft een advies aan jouw werkgever over de reïntegratie. Waarbij dat hele rapport gaat naar je werkgever. En de bedoeling is dan dat je binnen 2 weken na het opstellen van die probleemanalyse en advies, dus uiterlijk in de 8e week van de ziekmelding, samen met je werkgever een plan van aanpak gaat opstellen. En dat doe je aan de hand van die probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts. Dus je hebt een document van de bedrijfsarts waarin hij schrijft wat jouw beperkingen zijn en wat hij adviseert aan je werkgever. En vervolgens vraagt het UWV van je of eist het UWV van je dat je binnen 2 weken met dat document samen met je werkgever gaat zitten om een plan van aanpak te maken. Nu kan het zijn, in geval van burn-out, dat een bedrijfsarts heeft gezegd, nou, voorlopig zijn er geen mogelijkheden tot reïntegratie. Dan is dat wat je opneemt in het plan van aanpak. Nog even een resume. In de eerste 6 weken, dus binnen 6 weken, moet de probleemanalyse en advies zijn opgesteld. Dan binnen 2 weken, dus uiterlijk in de 8e week van de ziekmelding, is het nodig dat er een plan van aanpak opgesteld wordt. Vervolgens is het eigenlijk gebruikelijk, er wordt niet echt iets over vastgelegd, maar wordt min of meer vanuit het UWV van je verwacht dat je ongeveer iedere 6 weken wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts om te kijken wat dan de stand van zaken met betrekking tot jouw ziekte is. Hè? Dus hoe het herstel vordert en of er inmiddels meer mogelijkheden zijn of je beperkingen afnemen. Dus iedere 6 weken volgt er vervolgens een consult bij de bedrijfsarts of met de bedrijfsarts. In verband met corona heb ik begrepen dat er heel veel consulten telefonisch zijn gedaan. Maar in ieder geval is er dan, zeg maar, ongeveer iedere 6 weken contact met de bedrijfsarts. Die maakt daar altijd een rapportage van. Daarvan gaat een afschrift naar jou en naar je werkgever. En op basis van dat afschrift heb je even een contactmoment met je werkgever om het plan van aanpak eventueel bij te stellen. Hè? Dus als er gesteld is, er zijn geen mogelijkheden tot reïntegratie in het eerste consult en een tweede en een derde, maar misschien in het vierde zegt de bedrijfsarts van, nou, hè, misschien is het tijd om eens met elkaar om tafel te gaan zitten om een kop koffie te drinken, of
Reïntegratie is mogelijk twee keer een uurtje per week, ik zeg maar wat. Dan ga je dat met je werkgever bespreken van hoe gaan we dat dan invullen. En dat neem je op in het plan van aanpak. Als je na een jaar nog niet hersteld bent, dus dat hele proces van iedere 6 weken naar de bedrijfsarts, dat duurt een jaar. En het volgende moment wat het UWV echt van je vraagt, wat een vereiste is, is dat na een jaar er een consult komt bij de bedrijfsarts. En dat wijkt af van alle andere consulten. Dat noemen we namelijk de eerstejaarsevaluatie. En dat is voor jou als zieke werknemer niet anders. Je wordt gewoon opgeroepen bij de bedrijfsarts. Maar het document wat de bedrijfsarts na dat consult opstelt, dat noem je de eerstejaarsevaluatie. En eigenlijk wordt er in die eerstejaarsevaluatie gekeken van, ja, hoe is het herstel gevorderd in dat jaar? En wat is de prognose nu? Hè? Van kun je, is het reëel dat je zodanig gaat herstellen dat je je eigen werk weer kunt doen? Of moet er misschien gekeken worden naar andere mogelijkheden? En het UWV vraagt vanaf het eerste jaar van zowel werkgever als werknemer meer inspanningen om te reïntegreren. Want als het niet lukt in eigen werk, dan vraagt het UWV van je dat er ook gekeken wordt naar het tweede spoor. Dus reïntegratie in je eigen werk, dat noemen we het eerste spoor. Na een jaar vraagt het UWV van je en van je werkgever dat er gekeken gaat worden ook naar het tweede spoor. En tweede spoor reïntegratie is, ja, het ook zoeken naar mogelijkheden bij een andere werkgever in mogelijk ander werk. En die twee sporen die kunnen naast elkaar lopen. Dus het kan zijn dat je aan de ene kant aan het reïntegreren bent in je eigen baan. En daarnaast wordt er dan van je gevraagd dat je ook gaat kijken naar andere mogelijkheden. Voor, ja, mocht het om welke reden dan ook niet lukken om terug te keren in je eigen werk. Wat ervoor moet gebeuren is dat er een arbeidsdeskundige komt kijken wat jouw werk inhoudt en wat jouw belastbaarheid is. En in hoeverre dat bij elkaar past en wat de kans is dat dat nog passend is of wordt. En de arbeidsdeskundige kijkt binnen het bedrijf waar jij werkt wat eventuele andere reïntegratiemogelijkheden zijn en maakt daar een rapportage van. En een arbeidsdeskundige maakt in dat rapport ook, die geeft advies over wat mogelijk andere passende functies bij andere werkgevers zouden zijn. En dat noem je een arbeidsdeskundige rapportage. Dus na een jaar adviseert de bedrijfsarts waarschijnlijk dat er een arbeidsdeskundig rapport moet worden opgesteld. En daarvoor komt er dus een arbeidsdeskundige langs. Vervolgens kan het zijn dat er wordt geadviseerd om een reïntegratiebureau in te schakelen. En een reïntegratiebureau, dan krijg je waarschijnlijk een reïntegratieconsulent toegewezen die met jou samen gaat kijken naar wat mogelijk ander passend en interessant werk voor jou zou kunnen zijn. En vervolgens loopt dat traject dan weer door tot aan de 2 jaar. En na 2 jaar gaat het hele ziekteverzuimdossier naar het UWV. En het UWV gaat dan dus beoordelen of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben gedaan om te reïntegreren. Nou, heel vaak komt het natuurlijk helemaal niet op 2 jaar ziekte uit. Maar dat kun je van tevoren natuurlijk nooit voorspellen hoe lang een ziekmelding gaat duren. Kijk, als je een griepje hebt, dan kun je er wel van uitgaan dat dat niet heel veel langer dan een week of 2 duurt. Tegelijkertijd, we hebben allemaal geen glazen bol en we kunnen het niet voorspellen. En burn-out kan soms best een hele hersteltijd vragen. En een gemiddelde herstelduur van burn-out is 1 jaar. Maar dat is dus een gemiddelde. Er zijn mensen die er veel korter over doen. Maar er zijn ook trajecten die veel langer duren en die dus wel de 2 jaar gaan aantikken. En het is belangrijk dat
ja, eigenlijk van het begin af aan dat het traject goed wordt ondersteund. Nou, wat ik al zei, je bent ziek. Dit is geen materie waar je heel veel mee te maken hebt gehad. En ik raad je dus ook aan als je het gevoel hebt dat je ja, gewoon een korte concentratiespannen hebt en misschien een beetje emotioneel bent, een kort lontje hebt, om iemand mee te nemen naar de gesprekken die dit betreft. Iemand die een neutrale positie in kan nemen. Iemand die rustig is, die de rust kan bewaren in dit soort gesprekken. Die een extra luisterend oor is voor wat er gezegd wordt. Iemand die niet jouw verantwoordelijkheid overneemt, maar die wel helpt om te zorgen dat, jouw belang in dit verhaal goed behartigd wordt. Want als je echt dik in een burn-out zit, dan is het best wel veel wat er op je afkomt en heel veel energie heb je niet. Dus ik zou je echt adviseren, uit willen nodigen om gewoon naar die gesprekken iemand mee te vragen die gewoon met je meeluistert. Nou, heel verhaal is het geworden. Het is ook best ingewikkelde materie. Mocht je er vragen over hebben, je kunt natuurlijk altijd even contact opnemen via de website, het contactformulier invullen op www.wakkerworden.nl. Mocht je deze informatie nou interessant hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog. En als je vaker dit soort video's wilt ontvangen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle ins en outs over stress en burn-out. Ik dank je hartelijk voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video. Doei doei!